de wereld. Ik wil eraf naar een andere planeet. Stop, stop de wereld. Ik wil eraf, want de grond wordt hier te heet. Ik wil vluchten een brug, maar ik kom hier echt wel terug. Stop, stop de wereld. Stop, stop de wereld. Stop, stop. Hallo allemaal, welkom weer bij Minecraft serie 6. Nu ben ik weer met de tweede aflevering. Wow. Ik loop wel met meer lag dan gewoonlijk. Nou ja, fijn. Wat kan ik doen in deze aflevering? Sowieso mijn sensitivity weer wat lager zetten. En hier is ook volgens mij nog iets fout. Default fast. Nee, dat is allemaal goed. Dan moet ik mijn animaties kijken. Portaal moet uit. En water staat al uit. Nou, vuur heb ik momenteel toch niet nodig. Dus zet ik ook wel even uit. Goed, zoals je weet heb ik pas weer een paar mods erbij geïnstalleerd. Zoals de MCA mod. Minecraft Comes Alive. Blijft altijd super geweldig. Alleen er moet nog steeds een NPC village tegenkomen. Dus wat ga ik dan doen? Dan ga ik eventjes nog iets koken. Oh, mijn ijzer is ook klaar. Mooi. Wat kan ik doen? Nou, ik weet het, ik ga alvast ergens beginnen aan een schacht naar beneden. Zo. En dan hopen op een heleboel schatten. Zoals diamond, gold, iron. Ook al is iron niet echt een grote schat, maar goed. Ik moet het toch allemaal hebben. Lava hebben we hierboven genoeg en... Ik weet al iets wat ik met die lava kan doen. Nu weer helemaal terug omhoog. Even een bucket maken. Maak er vast obsidian van. Zo. Een klein beetje lijk weer, maar goed. De lava lag iets verder. Voor zover ik weet. Oh ja, ik zit ook op mijn minimap. Oké, hier is het. Water. Doe het werk. Mooi. Het andere werk nog. Oké, dit is allemaal obsidian. Maar verwacht dat ik een diamond pickaxe heb, dan kan ik het allemaal meenemen. En dan kan ik eigenlijk een portal to the nether maken. Kijk, waar is mijn schacht naar beneden ook alweer? Oh, daar. Of was... hier. Nou, het is wel enorm donker. Torch. Verder. Dwarvel manier. Als het goed is heb ik... Oké, het is goed gegaan. Moet verder. Oeh, kool. Kool. Oeh, shit. Verkeerd blokje. Maar goed. Die daar is het en verder met kool. I need kool. I love coal. Coal. Coal everywhere. Nou, misschien een leuke naam voor de aflevering. Overal coal. Of gewoon al obsidian. Oh nee,
Dat kan niet, want ik heb het nog niet weggehaald. Zo. Morgen is Rick hier, eindelijk. Kan ik met hem weer de dronken games gaan doen. Gelukkig maar. Het is een betere serie dan alle andere series tot nu toe. En ik heb waarschijnlijk geen toortsen meer. Kan ik ze maken? Ja, ik kan ze maken. Oh, 9 hebben. En heb ik ook weer een nieuwe pickaxe nodig. Ja, handig. Die. Not die. Heb ik hout bij me? Ja, dus. Zo. Die ommusselen met de emmer. Zo, workbench. Waar heb ik ze? Oh, ik moet een nieuwe maken. Zo, een iron pickaxe. Goed, eerst mijn stenen opmaken. Oh, ik heb eerst die schep verder nodig. Maar vind ik best wel vaag dat de dirt onder de grond zit. En dan bedoel ik echt heel diep onder de grond. Ik bedoel, over het algemeen zie je meer steen onder de grond. En steeds ook nog een heel klompje met dirt. Super vaag. Nou ja. Everything can be strange. Of zo, alles kan vreemd zijn. Lava. Serieus. Water bucket op 9. Wel gewoon uitgekomen bij een hele lava tunnel. Laat ik hier eerst maar veel torts gaan planten. Klein beetje lava weghalen. Zo. Goed, dat is de opening. Waar? Oh, hier. Hier één blokje tegenaan zetten. En dan hier weer verder. Ja, weer dirt en gravel. Heb ik ook lekker veel aan. Nou ja. Zucht. En ja. Ik haat gravel. Ik hoop dat de tweede multiplayer serie van Terraria ook snel doorgaat. Ik vond echt gewoon gestort voordat ik dat hij zijn poppetje verwijderd had. Ik heb tenminste het multiplayer poppetje nog een naam gegeven. En dan gaat mijn muis. Dat is ook niet altijd even handig. Dus die zet ik dan zo meteen wel weer even uit. Na de hele opname. En ik vind hier nog meer kool. Dat ik even meenemen. Oh, kool en ijzer. Yay. Ik heb al ijzer genoeg, maar goed. Oh, precies 3 ijzer. Precies een pickaxe. Tenminste, precies het ijzer wat je nodig hebt voor een pickaxe. En meer dan een hele mega hoop kool. Nou, beter. Hoe meer kool, hoe langer je kan blijven smelten. Voor mij heb ik zo meteen ook alweer een nieuwe shovel nodig. En ja hoor, laag 15. Ik ben bijna bij de diamond. Bijna op de diamond laag. Daar ga ik natuurlijk voor. Voor laag 6. Diamonds.
Nee, serieus. Nu precies dirt. Oh, kom op. Mijn schep is al bijna kapot. Fuu. Mijn hele schep kapot. Oké, laag 6. En nu een hele gang maken en op zoek gaan naar diamonds. Ook deze hele gang natuurlijk helemaal verhogen. Hier en hier een torch. Nieuwe workbench voor hier beneden. Zo. Zo, ik heb alles. It's time for me to dig some holes. Of eigenlijk om het plafond wat te verhogen. Zodat ik meer kans heb op diamonds en op lava. Maakt niet uit. Voor een beetje lava schrik ik ook niet af. Ik bedoel, ik zit er toch. Nu mag ik toch wel gewoon één keertje doodgaan. Het is tenminste geen hardcore deze keer. Zoals ik wel zo vaak al doe. Zoals serie 1, 3, 4, 5. Want wij waren eigenlijk wel hardcore series al. Speciale serie is ook geen hardcore als het goed is. Het huis Osiris is wel weer een hardcore map. Maar Terraria ga ik nog een keertje een hardcore serie doen. En nooit echt kicken. Dat ga ik samen doen met Rick waarschijnlijk. Die kan ook meepraten. Zo. Ik heb meer nodig. Oké. Deze keer faalt het gewoon. Ik heb nog helemaal niks gevonden in deze gang. Een project dat ik altijd gebruik. Nu gaat het juist mis. Net nu ik in geen hardcore map zit. Dan ga ik maar van de andere kant op. En ook mijn pickaxe is bijna volledig gebroken. Ik kan ook weer een nieuwe ijzeren pickaxe maken. Ja, oké, kapot. Zo. Auw. Dat was dus de draad van mijn koptelefoon. Deze. Die daar. En die ook daar. Haha. Oké. Okay. Zo. Oh ja, dat vergeet ik dan weer. Maar er luistert ook iemand mee. Namelijk Nick. Zo, even kijken. Oh, wacht, dan haal ik er weer eentje te ver omhoog weg. Zoek niet helemaal de bedoeling. Is hier een gaatje? Zo, hier opvullen. Oh. Kan ik nou echt geen diamonds vinden? Yes, ik heb iets gevonden. Redstone, eindelijk. Dat is wel het eerste dat ik heb gevonden. Nou, nog verder dan. IJzer. Yes. Ik ben eindelijk weer iets aan het vinden, jongens. Eindelijk. Nou, precies twee pickaxes als ik het zou smelten. En als ik stokken eraan toe zou voegen. Vier stokken. Zo,
moet ik allemaal weghalen. Dit ook, dit ook, dit ook, dit ook, dit ook, dit ook. Oké, te donker. En kool. Kool. Nog meer. Lekker dan. En nog meer redstone. Op laag 6. Leuk. Wow. Volle inventory. Oh, wacht even. Ik kan nog hout op elkaar zetten. Kapot gooien. Oké, mooi. Ik ga de redstone gewoon meenemen uiteraard. Ook de kool natuurlijk. Ik kan misschien nog iets mee. Als ik uiteindelijk even map zou overzetten naar Tekkit of zo. Ja, dat ga ik een keertje doen. Ik ga deze... Ik heb het heiligdom gevonden. Ik kan het alleen niet meenemen. Maakt niet uit, ik heb het heiligdom. Zo. Yes. 3 diamonds. En dat zou betekenen dat ik bij mijn pickaxe kan krijgen. En dan kan ik misschien het obsidian meenemen. Ja. Het is eigenlijk zover. In de tweede aflevering gaan we al een nether portal maken als het goed is. Diamond pickaxe. Zo, helemaal omhoog. Oh nee, niet helemaal. Ik heb nog ergens waar dat andere spul nog ligt. En dat is hier naar rechts. Spul. Oh, dit moet ik ook nog weghalen. Oké. Okay. Snel van alles meenemen. Ik kan het natuurlijk ook weer niet oppakken. Nog steeds de volle inventory. Ach ja. Dan gooi ik maar de dirt weg. Nee. Moet er geen kobbel bij komen. Dan moet er van dat mooie obsidian bij komen. Waar ik er 14 van nodig heb. Ook bijvoorbeeld van een enchanting table. Ook al heb ik... Ja. Zo lekker handig. Zit hier wel lava onder. Doe ik het wel even zo. Hè? En dan zorg ik wel voor dat er water naast ligt. Dan kan het nooit verbranden. Hehe. Zo. Handig. Nu voor nummer 3. Yeah. Oh ja, zo werkt het ook nog. Alleen laat ik eerst maar eens de bovenste allemaal gaan weghalen. Het onderste komt nog wel. Als het goed is. Hopelijk. Ik verdrink. Nu niet. Als ik deze nou weggehaald heb. Nee, netherportal is denk ik nog in deze aflevering een beetje vervelend. Ik ben ook echt zo kneus dat ik gewoon... Zucht. Dat ik gewoon precies onder water ga zitten. Met dat... gewoon ga wegzitten halen. Zoek ik handig. Zelf moet ik niet onder water zitten. Dat maakt het juist moeilijker. Zucht. Nou ja. Die ook meenemen. Ik ga wel alle dingen alvast meenemen. Alvast genoeg obsidian. Wow. Dat doe ik dan wel alvast. En dan zet ik het waarschijnlijk ook al helemaal goed neer. Ik steek het misschien ook alvast aan. Huh. Zeven pas. Dan mis ik er nog 5. Nee, 7.
Oh shit.